zorg met liefde. Ik zorg met liefde. Ik zorg met liefde. Ik zorg met liefde. Ik zorg met liefde. Hallo, lieve allemaal. Nou, zoals jullie allemaal in mijn eerste vlog hebben gezien, ben ik welzijnswerker hier bij Accolade Zorg. Ik doe hier activiteiten tot bewoners van de somatiek, maar ik organiseer ook de overstijgende activiteiten samen met mijn collega's. Dus activiteiten voor het hele huis. Maar ik vond het eigenlijk wel leuk om in een vlog te vertellen hoe ik daar nou bij ben gekomen. Hoe kom ik nou in de zorg terecht? Dat is iets waar ik helemaal niet voor geleerd heb of wat mijn ambitie was. In het verleden. Ik heb altijd in de winkel gewerkt. Verschillende winkels. Een beddenspeciaalzaak, een tuinmeubelwinkel. Ga maar door. Ik heb een creatieve opleiding gedaan. Het Nimeto in Utrecht. Voor kleur- en interieuradviseur. En nou, ik had een hele leuke baan. En ik werd zwanger van mijn kindje. En tijdens de zwangerschap kreeg ik ernstige bekkenklachten. En daardoor, hè, na mijn bevalling, bleef dat zo. En ben ik dus in de ziektewet terechtgekomen. En terwijl ik in de ziektewet zat, werd mijn contract bij de leuke winkel niet verlengd. Nou hou ik niet heel erg van stilzitten. Dat is niet aan mij toevertrouwd. Dus ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. En zo kwam ik bij Wijngaard terecht. Ze zochten een tovertafelbuddy hier in huis. Dat ben ik gaan doen. En toen ik hier liep, kwam ik er eigenlijk achter hoe mooi dit werk is. Hoe mooi het is om onderdeel van te zijn om deze mensen, hè, onze bewoners, de tijd van hun leven te gunnen. Nou ja, uiteindelijk tovertafelbuddy zijn liep af. Toen ben ik nog even gebleven als vrijwilliger. En toen werd er ook gevraagd van, joh, wil jij niet solliciteren? Nou, dat wil ik eigenlijk wel heel graag doen. En dat heb ik gedaan. Dat ben ik aangenomen. En nu ben ik hier. En zo zie je maar dat je ook via omwegen gewoon in de zorg terecht kan komen. En ik kan het iedereen aanraden, het is zo fantastisch. Het is zo heerlijk om maar een klein dingetje te doen en deze mensen gelukkig te maken. Ook al is het maar voor een heel kort momentje, ook al is het maar, zijn ze het de volgende dag misschien alweer vergeten. Het is zo mooi om een glimlach op hun gezicht te toveren. Dus werken in de zorg, zeker aan te raden. En een hele gezellige opening van een expositie. Hij bedoelt die in de hal hangt. Daar hoort ook bij. Jongens! Ja, we gaan praten! En de zaal vullen voor de optredens. Joehoe! Aan man en vrouw en kind. Vrede zit.